Nou, we staan hier aan de Noordeinseweg in Berkel en Roderijs. Daar is vanmiddag rond 3:30 een brand uitgebroken in een schuur die tegen een woning aanstaat. Nou, bij die brand komt veel rook vrij, nog steeds. En dat is voor ons ook de reden om de oproep te doen. Blijf uit de rook. Blijf binnen, sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit. Brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen. We hebben meerdere brandweerwagens ter plaatse. Een droneteam die vanaf boven kan kijken waar we moeten blussen. We verrichten metingen om dus te kijken waar gaat die rook naartoe. De politie heeft vanmiddag ook 2 mannen aangehouden. Er wordt onderzocht of zij een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van deze brand. Omdat er ook vermoeden is dat er sprake is van brandstichting.